1. Op het werk. Een vrouw praat met een man. Ze vertelt iets over een collega. Staat de collega op plaatje A of plaatje B? Wat? Ken je Jacqueline niet? Ze is een hele leuke collega hoor. Ze is een jaar of 40 en ze heeft lang donker haar en een bril. Is ze slank? Nee, dat niet. Ze is niet zo slank. Kies nu het goede antwoord. Twee. Een gesprek. U hoort een gesprek tussen een man en een vrouw. Waar praten deze mensen? A. Op school. B. Op straat. C. Thuis. Hey, hallo, hoe gaat het? Ja, goed. Met jou ook? Ja hoor, prima. Waar ga je naartoe? En waarom heb je zoveel tassen bij je? Ik ga naar de EDA, want ik moet boodschappen doen. Ik ben morgen jarig, dus ik krijg veel mensen op bezoek. Dus je begrijpt, ik heb een heleboel boodschappen nodig. Oh, dat is toevallig. Ik moet ook naar de EDA. Zal ik even meelopen? Dan kan ik je ook even helpen met het dragen van de tassen. Ja, dat is prima. Bedankt. Kies nu het goede antwoord. Drie. De huisarts. U hoort informatietelefoon van de huisarts. Hoe laat begint het vrije spreekuur op donderdag? A. Om 8:00. B. Om 8:30. C. Om 9:00. Dit is de informatietelefoon van dokter Pol. Ik ben momenteel niet aanwezig. U kunt op alle werkdagen van 9 tot 5:00 bellen voor een afspraak. U kunt ook komen op het vrije spreekuur. Op maandag van 8 tot 10:00 en op donderdag van 8:30 tot 10:30. Kies nu het goede antwoord. Vier. Koffie drinken. U vraagt of Joke vanmiddag komt koffie drinken. Waarom komt ze niet koffie drinken? A. Ze moet werken. B. Ze is een beetje moe. C. Ze lust geen koffie. Goh, wat jammer, maar vanmiddag wordt een beetje moeilijk. Ik heb de hele week hard gewerkt en de kinderen waren ook zo druk. En vanavond heb ik weer een afspraak. Ik moet vanmiddag echt even uitrusten hoor. Even lekker op de bank liggen of zo. En even helemaal niks doen. Zal ik anders volgende week een keer langskomen? Kies nu het goede antwoord. Vijf. In een restaurant. Alida is in een restaurant. Neemt ze soep? A. Ja. B. Nee. Die runderbiefstuk. Met wat voor saus is die? Met pepersaus, mevrouw. Heel smakelijk, hoor. Oké, geef me die dan maar. Wilt u ook een voorafje? We hebben heerlijke tomatensoep. Nou, nee, bedankt. Ik hou niet zo van tomaten. Zoals u wilt, mevrouw. Geef nu het goede antwoord. Zes. Naar de Zwarte Markt. Mevrouw van Diemen belt haar zoon. Wanneer gaan ze samen naar de Zwarte Markt? A. Vrijdagmiddag. B. Zaterdagmorgen. Met John van Diemen.
Hallo jongen, met je moeder. Hoe gaat het? Hoi, mam. Ja, met mij gaat het prima hoor. Mooi. Wat ik vragen wou. Heb je zin om zaterdagmorgen mee te gaan naar de Zwarte Markt in Beverwijk? Nou, dat lijkt me leuk. Maar 's morgens, nee, dan kan ik niet. Ik kan wel om 3:00 middags. Dat wordt een beetje laat. Zullen we anders vrijdag gaan, vroeg in de middag? Ja, dat is goed. Oké, dan kom ik je vrijdag wel even ophalen. Geef nu het goede antwoord. Zeven. De radio. U hoort een stukje van een radioprogramma. In welk programma kunt u dit horen? A. Het nieuws. B. Een sportprogramma. C. Het weerbericht. Bij een busongeluk in Oostenrijk zijn vandaag 4 doden gevallen en 12 mensen gewond geraakt. De bus slipte op een door sneeuw glad geworden stuk van de weg en viel in een ravijn. De 4 Nederlandse passagiers hebben alleen lichte verwondingen. Ze zijn vanmiddag uit het ziekenhuis gekomen en kunnen waarschijnlijk vanavond al naar huis. Kies nu het goede antwoord. Acht. In het park. U hoort een kind praten. Tegen wie praat dit kind? A. Tegen een ander kind. B. Tegen zijn vader. C. Tegen een politieagent. Nou hoor, stom rotjoch. Zit me niet zo te plagen. Je moet echt niet denken dat je stoer bent of zo hoor. Kun je wel tegen een meisje? Als je niet ophoudt, ga ik mijn vader roepen. Ja, nou word je bang, hè? Ren maar weg, hoor, stom rotjoch. Kies nu het goede antwoord. Negen. Hey, hallo. U hoort een gesprek tussen een man en een vrouw. Waar praten deze mensen? A. Thuis. B. In de supermarkt. C. Op straat. Hey, mevrouw, haal die kar nou eens weg. Ik wil er langs, anders kom ik nooit bij de kassa. Oké. Waarom zo'n haast? Ja, sorry hoor, maar ik ben al zo laat. Ik moet over 10 minuten thuis zijn. En het was ook al zo druk in de straat, ik moest wel een kwartier zoeken naar een parkeerplaats. Geef nu het goede antwoord. Tien. Niet met de auto. Klaas komt bij zijn vriendin op bezoek. Waarom is hij niet met de auto? A. Hij heeft geen auto meer. B. Hij heeft geen rijbewijs. C. Hij slikt medicijnen waar je slaperig van wordt. Hey Klaas, waarom ben je niet met de auto? Heb je hem soms verkocht? Nee hoor, ik heb hem nog steeds. Maar ja, ik heb van de dokter pillen gekregen en nou voel ik me een beetje suf. Dus voor deze keer heb ik maar de tram genomen. Geef nu het goede antwoord.